ben Karen Brouwer, ik werk bij Mondiaal FNV. En we staan hier bij een prachtige foto van Chris de Bode. En Chris de Bode hebben wij gevraagd om foto's te maken in Myanmar. Waar kleding gemaakt wordt die wij hier kopen. En wat we hiermee doen met zo'n foto is aandacht vragen voor het feit dat deze mensen heel weinig betaald krijgen voor het werk wat ze doen. En dus heel weinig betaald krijgen voor onze kleding. En zoveel zelfs, of zo weinig zelfs, dat ze de kleding zelf niet zouden kunnen dragen. En wat wij belangrijk vinden, want het is wel een beetje een apart beeld natuurlijk, is om de mens te laten zien. Mondiaal FNV werkt voor vakbonden in ontwikkelingslanden. En we willen vakbonden en de mensen die werken in de fabrieken die onze kleding maken, helpen zich te versterken, zodat ze een hoger loon kunnen vragen bijvoorbeeld en betere arbeidsomstandigheden. En wat daar belangrijk is dat dit gewoon mensen zijn, net als jij en ik. Ja, onze partners, vakbonden, mensen in het algemeen zijn stoer, trots, hebben dromen, idealen en dat moest uit de foto's komen. Tegelijkertijd moest er contrast in komen tussen de kleding die ze aan hadden, tussen de bijna glamour-achtige foto's en de situatie van hun dagelijks leven, de achtergronden die je ziet in Myanmar. Ja. Dat contrast is volgens mij super goed uitgekomen. Koerevaar, ik werk als beleidsadviseur bij Mondiaal FNV en ik hou me onder andere bezig met het verbeteren van de werkomstandigheden in de textielindustrie in Myanmar. Ja, Ruben, we willen aandacht vragen voor de lage lonen in de kledingindustrie. Waarom vindt Mondiaal FNV dat dit de manier is om dat op die manier te gaan doen? Waarom hebben we voor zo'n strategie gekozen, zeg maar? Nee, we zijn ons iedere dag bewust gewoon van de mode, maar we hebben vaak geen idee waar het vandaan komt. Voor ons is het gewoon een fashion item. En wij vragen ons juist aandacht voor degene die in het maakproces betrokken zijn. En is het allemaal niet zo chic geregeld als de kleren die we aan hebben. En daarom willen we de aandacht voor vragen. En beeld is een heel sterk medium om het gesprek aan te gaan met mensen. En vooral ook de consumenten hier in Nederland. En wat zouden wij dan kunnen doen hier in Nederland? Want het is zo ver van ons vandaan. Waarom houden we ons dan mee bezig? Nou, ik denk dat het heel erg belangrijk is. Hè? Je wil ook proeven wat je in je mond stopt. Dus vraag ook gewoon van waar je kleding vandaan komt. Hoe is het gemaakt? Ga ook bij jezelf na van vind ik het acceptabel hoe mijn kleding gemaakt is? We zien ook grote milieurampen door de textielindustrie. Het is de meest vervuilende industrie na de olie- en gasindustrie. Maar we zien ook helaas uitbuiting inderdaad van werknemers. En we kunnen zeggen, leuk dat je voor 5 euro een t-shirt kan kopen en voor 10 euro een broek. Maar helaas is het dan wel zo dat het dus onder slechte omstandigheden gemaakt is. Dat kan ook niet anders voor dat geld.